Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan van deze cake yarn, en deze is van de Action, hier gaan we een babydekentje van maken. Het is voor een jongen, maar ja, geel kan dus natuurlijk met oranje, kan voor allebei. Het wordt een babydekentje en ik weet de afmetingen nog niet, maar dat laat ik dadelijk zien. En ik ga eerst even over de wol. Ik heb nagevraagd, ja, wat is dit nou voor wol? Want hier staat op 66% katoen, stonewashed, 34% acryl. En ik zie hier op het label 100%, ik weet niet of je het goed kan zien, 100% acryl en meer niet. Dus ik kon het niet zo goed begrijpen. Maar er zijn mensen die zeggen, nou, in de witte draad, daar zit katoen in. Dus het wordt gewoon een, ja, een lekker dekentje. Er zit 235 meter op en de bol is 150 gram. Ja, we gaan gewoon met deze wol beginnen. Het wordt een babydekentje. Ik laat dadelijk zien welke haaknaald ik gebruik en welke steek. En ik hoop dat jullie weer lekker meehaken. Want het lijkt me wel heel leuk met dit kleurverloop. Ja, ik zal de wikkel eraf halen. Hij voelt zo lekker aan. En ja, ik durf nooit in het midden te beginnen. Dus ik begin gewoon aan dit draadje. En hier gaan we mee beginnen. Oh ja, hier staat er op de label. Even kijken. Haaknaald 6. Ik denk dat ik nog een haaknaald 8 ga gebruiken, maar dat zien we dadelijk. Ik zie je zo terug. We gaan beginnen met een opzetlus. En ik heb haaknaald nummer 10 gebruikt. Dus haaknaald nummer 10, je steekt je haaknaald door de opzetlus en je gaat, ik zal even zeggen welke steek dat we gaan maken. Het is de korrelsteek. Maar we gaan, en hij is deelbaar door 4. Mijn deken wil ik ongeveer 70 centimeter laten worden. Dus je hebt ook nog een centimeter nodig. En de haaknaald, dus haaknaald nummer 10. En je doet elke keer 4 lussen opzetten. 1, 2, 3, 4. En zo ga je verder. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4 en dan ga je verder totdat je 70 centimeter hebt en dan zie ik je op het eind weer terug. Ik ben verder gegaan met losse ketting opzetten tot 70 centimeter, dus iedere keer 4 steken en tot je bij 70 centimeter bent en dan zet je er nog één losse bij, dat is je begin lossen en dan ga je in deze tweede steek, dus niet in deze maar in de tweede, hier ga je een vaste zetten. Je haalt je draad op, omslaan door 2 en in alle steken ga je een vaste zetten, dus in iedere steek. Het is wel lekkere soepele wol hoor. Dus ik denk dat het een mooi dekentje wordt, maar ja, we zullen zien hè. We gaan eerst eventjes beginnen met in elke steek een vaste te zetten. Dan kan je gewoon het bovenste lusje pakken hè. Kijk, als je gewoon van je opzetlus het bovenste lusje pakt, dan heb je al een mooie onderrand. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien zo. Kijken of ik in kan zoomen, maar zie je? Dus je steekt ook echt in die bovenste lus. Want je eerste toer, ja, dat is alleen maar vaste. Het is een hele makkelijke steek hoor, dus het is de korrelsteek. Hij wordt heel vaak gebruikt in dekentjes, dus ik dacht lekker met haaknaald nummer 10 een keer lekker een beetje grof
grof breiwerkje en een leuk dekentje maken. Nou, ik haak door tot het eind en dan zie ik jullie weer terug. We zijn nu op het einde van de eerste toer met vaste. En we haken even de toer nog af. Zie je, dit is de laatste steek, die mag je nooit vergeten, want anders dan klopt je haakwerkje niet. Dan nog één losse en dan keer je je werk. En dan ga je in de eerste twee steken, dus in deze en in deze, ga je weer een vaste zetten. En nu moet je wel die twee lusjes pakken. En dan ga je drie lossen doen. 1, 2, 3 lossen. En dan ga je weer twee vaste zetten in de volgende steek. Dus je slaat geen steken over. Je zet weer gewoon een vaste. En nog een vaste in de volgende steek. Dan weer 3 lossen, 2, 3 en dan weer in de volgende steek 2 vaste, tenminste hier 1 vaste en de steek erop weer een vaste, de volgende steek. Zie je, dan krijg je eigenlijk van die lusjes. Dan weer 3 lossen, 1, 2, 3. Dan ga je in deze volgende steek weer een vaste zetten. En in de volgende nog een vaste. Dus 2 vaste. Dan weer 3 lossen. Even mijn garen pakken. En dan ga je weer 2 vaste in de volgende steek zetten. Tenminste 1 steek en in de volgende daarop nog 1 vaste. Dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. En in de volgende weer een vaste. En in de volgende weer een vaste. En weer 3 lossen. En dan ga je weer een vaste zetten in de volgende steek. En nog een vaste. En dan krijg je dit resultaat. En zo haak je de hele toer af en op het einde zie ik je weer terug. En we zijn nu bijna op het einde van de toer met, sorry hoor, 2 vaste en 3 losse. 1, 2, 3 en weer 2 vaste. En weer 3 losse. En met 2 vaste. En weer 3 losse. En weer 2 vaste. En je eindigt ook altijd met deze toer met die boogjes met 2 vaste. Je keert je werk met een losse. Dus nog 1 losse. En dan keer je je werk. En ik zie dat ik niet goed uitkom, dus ik keer mijn werk weer terug, ik haal het even los en ik zie dat ik moet eigenlijk eindigen met 2 vaste, maar ik zie dat ik hier nog 1 steek heb, dus nu eindig je dus met 3 vaste. Ja, ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan, maar ik heb al nagekeken. Nou, ik eindig gewoon altijd met 3 vaste dan, 1 losse. En dat betekent als je je werk keert, zie je? Ja, ik zit even te zoeken of ik iets
overgeslagen heb. Ik kan niks geks vinden, dus ik ga gewoon verder. En ik heb nu één los gedaan en dan ga ik in deze twee een vaste weer zetten. Ja, het klopt wel. Jawel, het klopt wel. Dus insteken, doorhalen, omslaan en een vaste. En in die volgende vaste steek je in. Dan haal je draad op, omslaan en een vaste. En dan ga je die boogjes een beetje aan de achterkant leggen, of juist aan de goede kant. Want je gaat verder alleen in de vaste steken. Daar steek je in, je draad ophalen, omslaan, door 2. In de vaste ga je nu weer een vaste zetten. Of op de vaste ga je vaste zetten. Het bobbeltje leg je aan de voorkant van je werk, dus aan de achterkant. En je haakt gewoon weer op elke vaste een vaste. En het boogje duw je naar de achterkant. En op een vaste, de voorgaande vaste, zet je weer een vaste. En je duwt het boogje een beetje naar achteren. En op de vaste zet je weer een vaste. En dan moeten er 2 zijn. Want je hebt net aan de voorgaande toer ook 2 vaste gedaan. En toen een boogje gemaakt, maar dat boogje maak je nu niet. De teruggaande toer doe je alleen maar op elke vaste een vaste zetten. En het boogje duw je naar achteren en je pakt weer een steek op. En op een vaste. Een vaste. Nou, keer ik even het werk. Zie je hoe leuk die bolletjes worden? Maar goed, je gaat die hele toer zo afmaken. En dan zie ik je op het eind weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de vaste in de vaste. Eén losse. En we keren weer het werk. En zie je die boogjes die je net gemaakt hebt? Dat zijn de bolletjes. Ik zie alleen dat ik hier zie, die komen zo. Die moet je echt eventjes naar voren duwen. Zo. Dan worden het bolletjes. Nou, we hebben net het werk gekeerd. Nu gaan we weer inderdaad met de boogjes werken. En nu gaan we weer 1 vaste in de eerste steek en een vaste in de tweede steek. En dan gaan we weer 5 lossen doen. Of 3 lossen. 1, 2, 3 lossen. Dan 2 vaste. In de volgende steek 1 vaste en daarop nog 1 vaste. Zie je, die boogjes die worden naar voren dadelijk geduwd. Dan weer 3 lossen. En weer in de volgende vaste. Ik kan het misschien niet goed laten zien, maar het is gewoon een vaste op de volgende vaste. En dan ga je weer 1, 2, 3 lossen doen. En dan ga je weer een vaste maken. En weer 3 lossen. En weer 2 vaste. 1, 2. En op het einde, dan zie ik je weer terug. Kijk, we zijn nu op het einde. Ik probeer eventjes de camera goed te laten zien waar we gebleven zijn. We zijn nu op het einde van de toer met de boogjes en de 2 vaste, dus echt 3 losse, 2 vaste, 3 losse, 2 vaste. En op het einde zet je nog 2 vaste. Oh.
1. En de laatste steek. Zo, dan heb je je toer af. Zie je hoe leuk het is aan het worden is. Echt, ik vind het echt een leuke steek. 1 omslaan en een keer lossen. Dus je keert dan het werk. Je draait je werk als een blaadje om. En dan ga je weer 2 vaste maken in die vorige vaste. En je duwt een beetje zo die lusjes van 3, die duw je gewoon even terug en je gaat weer een vaste op een vaste zetten, want je zit nu weer aan de verkeerde kant van je werk te werken. En dit is de toer met alleen maar vaste, dus deze duw je terug. En je maakt op elke vaste een vaste, dus iedere keer 2 vaste. En je zoekt hem ook een beetje op, hè. Je moet echt een beetje je werk duwen. Kijk, je duwt een beetje het lusje naar voren of naar achteren nu. En je zet een vaste op de volgende vaste. Je duwt het naar achteren. Je trekt een beetje je steek open. En je zet weer 2 vaste. En dan is dit de achterkant van je werk. En is dit de voorkant van je werk. Kijk eens hoe leuk. Hoe leuk die bobbeltjes zijn. Zie je? Ik haak nog een stukje verder. En nou, het einde heb ik je al laten zien van deze toer. Dus als ik een eindje verder ben met deze deken, dan... ja, dan zie ik je weer terug. Zoals je ziet heb ik nu weer een stukje doorgehaakt. Het is wel zo leuk met die bolletjes erop. Het is een heel leuk dekentje aan het worden. En heel grappig ook. Die kleurtjes, ja, dit is gewoon toeval dat dit zo uitkomt. Ik zal laten zien... mijn bol wol is ongeveer zo nu, zeg maar op 3/4 geslonken en ik heb nu 70 centimeter en ik heb 15 centimeter gehaakt, maar ja, die kleurtjes, het is echt geweldig. Ja, ik ben even weer aan het doorhaken, 3 lossen dus. En 2 vaste, 1, 2, weer 3 lossen en 2 vaste, 3 lossen en eerst 1 vaste en dan nog in de volgende steek een vaste. En als je inderdaad een beetje op gang bent, dan haak je echt heel snel een eindje weg, want ik heb over dit stukje van 15 centimeter heb ik, ja, een uurtje gedaan. Maar goed, als je wel langzamer bent, een avondje of zo, dan kan je al een heel stukje komen. En maar ik denk wel dat ik nog 2 bolletjes bij ga halen. Het exacte aantal van de bolletjes, ja, ik zal het gewoon hier onder de video zetten. Onder de video zal ik het aantal bolletjes zetten, hoeveel ik gebruikt heb. Ja, ik haak nu even gewoon snel door, omdat ik nu aan het kletsen ben. Ik haak even door tot het eind en dan, ja, dan zie ik je weer terug. Kijk, dit is het. Ja, het patroon is gewoon heel leuk met die bolletjes. En komen die bolletjes nu niet helemaal naar voren, dan keer je je werk. Dit is dus de achterkant. Even laten zien, de achterkant. En op de achterkant zitten natuurlijk ook een beetje die bolletjes, maar die moet je dus naar de goede kant duwen. Dus die duw je gewoon eventjes goed naar de goede kant. Zie je? En dan krijg je echt dit leuke effect. Ik haak even door tot het einde en dan zie ik je weer terug.
We zijn nu aangekomen bijna op het einde van de toer met de 3 losse, een vaste en nog een vaste en weer 3 losse. En dan gaan we nog de laatste 2 vaste. Je eindigt de toer altijd met die 2 vaste. Dan krijg je ook een gelijke rand. Zo, dit is het einde. Kijk, en die bolletjes zitten zo leuk aan de voorkant. En het garen vind ik echt lekker soepel vallen zo, want ja, met die bolletjes heb je natuurlijk toch een stevigere steek, maar het valt goed. Ik doe nog 1 losse, ja, en dan keer je je werk en dan ga je weer de achterkant doen. Kijk, dit is de achterkant, ziet er zo uit, zie je nog wel eens een bolletje, dan duw je die gewoon lekker naar de voorkant. En de achterkant, de toer is weer hier meteen insteken in de eerste steek, draad ophalen, omslaan door 2 en de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan heb je die lusjes hier, maar die sla je over. Teruggaande toer is alleen maar de vaste insteken en de lusjes die duw je eigenlijk naar de andere kant, naar de goede kant en je zet weer een vaste in elke vaste voorgaande vaste. Nou, dit was de korrelsteek. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Graag duimpjes omhoog en abonneren. En ik zie je graag bij de volgende video weer terug.